Hoe was het ontbijt? Het was lekker, we hadden prima eitjes. Hij heeft zijn best gedaan. Dus, De burgemeester heeft net ook geflambeerd, als ik goed zag. Ja, kon hij er wat van? Ja, hij heeft eitjes zelf gebakken en ze smaakte prima. Dus, ja. Jullie zijn hier om Amsterdammers aan te gaan moedigen om naar de stembus te gaan, op jullie eigen manier. Ik ben benieuwd, hoe ga jij dat doen? Jij wordt normaal aangemoedigd en nu moet je het andersom doen. Ja, het gaat natuurlijk vooral via social media. Ja, omdat we een aardig bereik hebben, kunnen we veel mensen toespreken. En het is altijd goed als je stemrecht hebt om je stem uit te brengen. Dus ik denk dat iedereen dat moet doen. Ja, stem jij altijd? Ik stem wel altijd, ja. En wat stemt Danny Blind? Ik stem VVD. Oké. Heb je daar lang over na moeten denken? Twijfel je wel eens? Ik probeer het wel te volgen, maar het ontglipt me ook wel eens. Het is niet dat ik alles op de voet volg. Ja. Maar ik heb altijd VVD gestemd, ook van huis uit. Wat ik nu de laatste keren heb meegekregen, blijf ik bij VVD. Jij spreekt meer voetballers natuurlijk. Stemmen voetballers vaker VVD? Ik heb het eigenlijk niet in de kleedkamer erover gehad. Dus ze wisten ook niet dat ik hierheen ging. Dus, we hebben het er niet echt in de kleedkamer over. Nee. Ja.